deze week in Pooh. Dit is de Volmet 6400. Pooh wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon, Huisman Gemert, Bouw in het Vertrouwen en Bovikalk tegen melkziekte. Die neus, kleurencombinatie, dat is, en de pijp erop, prachtig. Dit is de Volmet 6400 van Richard Dingemansen uit Biggekerken. De trekker is gebouwd in 1994, heeft 10.000 draaiuren en is iets opgeschroefd naar 115 pk. De trekker wordt nu gebruikt op het biologische groenteteeltbedrijf om de oogstwagen naar het land te brengen. Enige tijd geleden heeft Dingemansen de trekker gekocht. Ten tijde van deze opname is het opknappen van de trekker net klaar. Ik heb er eigenlijk nog geen werk mee gedaan. Ik heb hem op de weegbrug gezet, omdat ik wilde weten wat hij weegt voor trek. En voor de rest, ja, wat ik zeg, hij is net voor de derde keer buiten dus. Dingemansen was wel op zoek naar deze trekker, omdat op het bedrijf meer val met trekkers rijden. We hebben thuis een 6100, die staat een stukje verderop. Dat is de oudste die we hebben. Die vind ik heel mooi qua kleur, qua bouwvorm. En ik kwam deze op Facebook tegen. Er moest wel wat aan gebeuren. Ik dacht, die moet ik hebben. Dus ik ben wezen kijken. En dat zo geschieden. Nu ziet hij er zo uit. Opknappen duurde wat langer dan gepland, want van het een kwam het ander. Ik wou hem eigenlijk alleen een beetje opknappen en er dan mee gaan rijden. Toen ben ik eraan begonnen te schilderen. Toen dacht ik, dat knappen heel erg op. Dus toen heb ik alles maar gedaan. Spiegels vernieuwd, zwaailampen vernieuwd, toplampjes erop. Zoals hij er nu uitziet eigenlijk. Ja, ben je nu tevreden? En nu ben ik tevreden. Hij is net een week de werkplaats uit. Dus dat is, zo moet hij eigenlijk... Ja, het idee is ook wel om gewoon hier op bedrijf in te zetten. Van voor staat nog een oogstwagen, die gaan we er zo natuurlijk aanknopen. Daar kan die ook mooi voor. Spoort mooi met de banden. Voor de mestwagen kan die. Hij kan voor een cultivator. Ploeg niet, want er zijn de banden te breed voor. Maar dat is zeker wel het idee. Ja. Machtig geluid, denk ik ook wel. Dat valt mee, want de demper zit onder de kap. En die heb ik er gewoon op laten zitten. Ga ik er ook niet van onderhalen. Dus eigenlijk, er zat al een rechte pijp op. Die zit er nu nog steeds op, alleen hij is iets mooier. Dit is nou voor mij een echte Pooh-trekker. Alleen voor de echte Pooh-fans. Ga naar poohshop.nl.